Wie zou je beroven? Justin Kluivert, Timothy Fosu Mensah, Steven Bergwijn. Dames en heren, welkom bij een nieuwe vlog. De vorige vlog ging erg hard, sowieso love voor jullie. Ik zie dat die blauwe duimpjes nu al zijn bereikt of bereikt worden. Jullie weten wat dat betekent. Ik ga sowieso 3 kiksen verloten. Die van Czerny, Draghi en Nemanja. Die gaan verloot worden. En ik ga het eerlijk doen. Ik ga al jullie comments in een potje doen. En dan laat ik iemand graaien. Die pakt het eruit. En dan zie ik wie er gewonnen heeft. Dus ik doe gewoon helemaal eerlijk. Dus sowieso, als je nog wil meedoen, blijf daar liken. Comment sowieso dat je die kiksen wilt hebben. Want straks gaat iemand winnen die die kiks helemaal niet wil. Dat kan ook natuurlijk. Dus ik wil straks die horen van, nee, Ralf, ik wilde ook meedoen. Maar ik wilde geen comments. Nee. Gewoon comment zetten, dan doe je mee. Laat duidelijk weten dat je kicks echt wil hebben. Yes? Jullie kijken al van wie zit er naast me. Jip gaat even mee naar Indy. Zeg even wat dan. Valentijn is bijna. Hij gaat een grote rol spelen dan. Ik zie jullie bij Indy. Tjo! Rustig, kalm man. Zo'n bange hond, hè? Kom. Hoe heet je? Ik heb niks. Ja, hij is zwak, man. Hij lijkt op zijn eigenaar. Nee, ga ik doen. Ga zitten. Ga zitten. Zitten. Boot. Hey, snel, maar jij? Ja. Hoe? Ga lachen. Ja, goed hè. Goed zo hè. Hij is iets groter geworden, toch? Ja, hij is wel zo. Iets. Is hij bang voor mij gewoon? Ja. Hoezo grom je? Broer, nieuw gezicht. Altijd. Broer, hij ken me niet meer. Wacht. Hey. Hij moet op een leeuw lijken. Ja, snap je? Hoe lang ben je eruit? Minimaal 3 of 4 maanden ongeveer, waarschijnlijk. Ik weet het, ik kan nog niet zeggen. Man. Ik heb woensdag operatie. En dan zien we wel. Dan pas kan ik zeggen hoor. Man. Zielig, man. Ja, dat is zie je, balen, man. Dat is balen. Hoort erbij. Come back strong, je weet het zelf. Maar nee. Twins. Twins! Nee, maar dit ziet. Je kent toch. Ik weet niet, man. Vroeger, als je zo'n spaarrekening bij ING opende, kreeg je zo'n knuffel. Nee, man. Nee? Die picture hieronder, man. Die picture gaat daar komen. Ik weet precies wat je bedoelt, man. Ja, man. Ik ken die, man. Ken je die? Die oranje? Maar chill dan ook, man. Je bent wel kalm nu, man. Hij is misschien wel gerustgesteld. Tot hij die knuffel weer ziet. Ja, hé, hey, wauw. Man! Kijk eens, hé. Hij is not impressed, man. Niet, hè? Nee. Nee? Hoezo gaan mensen altijd zo tegen honden praten? Nee! Ja, ik vroeg me laatst ook nee. Man. Waarom je altijd een hoge stem tegen een hond opzet? Ik snap het ook niet, man. Ik snap het ook niet. Ik snap wie dat heeft verzonnen. Reageer alsjeblieft. Alsjeblieft, reageer, man. Comments, graag. Of hey, maar, dit wordt de nieuwe AZ mascotte gewoon? Ja, mijn AZ broekje gehad, man. We zijn in Alkmaar, Mattie. We spelen de Fuck, Marry, Kill deck. Ik ga een aantal vragen stellen. En hij moet zeggen wie jij zou vermoorden, wie jij zou neuken en met wie jij zou trouwen. En ik vraag hem ook bij mannen wie jij zou beroven, wie jij zou aangeven bij de politie en met wie jij een trio zou doen. Ja man, ik heb gemerkt dat jullie dit leuk vinden, dus ik ga dit gewoon vaker doen. De eerste vraag man, Monica Geuze, Bibi of Laura Ponticorvo? Wie zou je vermoorden, wie zou je neuken en met wie zou je trouwen? En welke volgorde wil je? Wil je spijt? Je mag het gewoon zeggen man, dat is hoe je het wil. Trouwen. Laura wel? Ja, denk wel dat is wat voorbij zien komen. Ze is serieus aan mij. Ze thuis komen met je. Neuken. Bibi. Ja, ik denk Bibi wel de laatste. Ja? Ja, man. Zou je het kindje op kinderen? Ja, dat wel, man. En dan, ja.
Killer is... Ja man, ik ken ze alle drie niet persoonlijk, dus no offense yourself. Drie voetballers waar jij ooit mee hebt gespeeld. Leroy Owusu, Jairo Riedewald en Mitchell Dykes. Wie zou je aangeven bij de politie, met wie zou je een trio doen en wie zou je beroven? Oké, ik ga beginnen bij beroven. Ga ik voor Leroy, man. Ik zie dat Leroy kijkt het goed de laatste tijd. Hij heeft een mooie auto van zijn pa gekocht. Ik denk daar valt er wat te halen, man. snitchen. Ik ga me hier niet over uitlaten, maar ik denk dat hij weet waarom, man. Ik ga me hier niet over uitlaten, maar Jaga, ik weet dat jij weet waar ik het over heb. En dat trio, ja, met Mitchell. Trio met Mitchell, man. Ik toevallig gewoon zei laatst iemand van, hey, je lijkt op Mitchell Dykes, dus je weet toch, dat kan een topteam zijn, man. En Mitchell, je bent een grappige jongen, man. Dus ja, man. Zie ik wel gebeuren, man. Dus je weet het zelf. Holla at me, als het kan. Oké, dan gaan we naar de oudere vrouwen. Zo oud, een beetje ouder dan jij. Wie zou je trouwen? Wie zou je neuken? En wie zou je vermoorden, man? Eerste, Lieke van Lexmond, Chantal Jansen en Doutze Kroes. Deze is lastig. Sowieso, Chantal Jansen. Zij mag hier ook blijven slapen, man. In deze crib, zij mag gewoon blijven slapen. Chantal, je hoort het. Moet je vrij. Mocht je deze link toevallig krijgen. En even kijken, ja nee, zij is absoluut trouw waard, man. Dus, wie? Chantal, man. Ja? Trouwen? Ja, Chantal trouwen, man. Maar Dalsum, geen respect, dat zou ik zeggen dat ik haar alleen zou wiepen. Dus ja, voor Dalsum wordt het helaas een film, man. Ja? Ik denk ook veel negatieve comments gekregen op deze, man. Dat Sunny die gewoon kan aanbellen, man. Ja, maar Sunny die kan me gewoon halen, maar ja, hij weet zijn safety. Kan aan eigenlijk? Ik weet niet, man. Je wil nog een gevecht op je event. Ja, man. Nieuwe, hé. Sunny tegen Indy, man. Nee, man. Ja, en dan Lieke, ja. Ja, dat... Lieke kunnen gewoon one-night stand hebben, man. Ja, kan gewoon. Ja, Lieke? Ja, kan gewoon. Ja? Ja. Ik hoop dat een paar mensen me gaan begrijpen waarom ik Chantal zou... trouwen en niet Doutzen. Maar ik denk van niet, man. Zet het in de comment als je denkt te weten waar je het over hebt. Ik weet het in ieder geval niet. We gaan naar de volgende, man. Lil Kleine, Ronnie Flex en Frenna. Laat me even denken, man. Ik heb ze allemaal eigenlijk, wat ik ervan weet, een beetje op dezelfde lijn zitten, toch? Gewoon, ze doen hun ding, ik luister de muziek, ja, verder, ik weet het eigenlijk niet, man. Oké, ja, ik ga even denken, man. Snitchen. Leuk Kleine, man. Waarom zou je Leuk Kleine snitchen? Ik weet gewoon. Waarom zou iemand dat Leuk Kleine zijn attitude, snitchen, man? Zijn attitude, ik weet niet, man. Nee, ik weet niet, man. Ik is attitude, man. Dat is het wel. Nee, ik voel die andere twee gewoon meer. Nou, gewoon toch, ja, dan... Je voelt die andere twee meer. Ja, maar je moet eentje erover nog, man. Eentje moet je nog een trio mee doen. Je voelt ze, dat klinkt heel verkeerd. Beroven. Ik denk Frenna, man. Waarom? Ik weet ook echt eigenlijk niet, man. Ik weet wel in een supergaande video dat je toch uit zijn zak valt wat te halen, gewoon. Ik heb Ronnie nog niet met de stek uit zijn zak zien komen. Het is wel opgevallen. Indy observeert alleen maar, hè. Ja, maar hoe zeg jij dit? Jij weet nieuws eerder dan dat ik het weet, man. Over mij. Nee, jij mag dit niet zeggen. Nu is precies, die trekt dit, die trekt dat. Je verhoopt die gewoon. Oké, toelichting. Ja, toelichting, man. Het is heel persoonlijk, man. Heel persoonlijk. Het is persoonlijk, man. Je moet aan de bui denken, man. En ja, trio Ronnie, man. Met wie zou je trouwen, wie zou je vermoorden en wie zou je alleen neuken? We hebben Anna Nushin. Ik zeg het goed, toch? Anna Nushin. Ja, Nushin. Ik weet het ook niet meer. Amber Watimena. Wow, wat een naam, man. En Michelle Agerbeek. Wat zijn we die drie doen? Nou, drie slice, man. Nee, joh. Even denken. Killen. Amber Watimena, denk ik, man. Slicen. Anna. Ja, man. Het is late night. Late night? Bruh. Maar wat erg. Trouwen. Michelle wel, man. Ja. Zal met Michelle trouwen? Ja, Michelle trouwen. Dan noem ik even drie belovende talenten op. Wie zou je beroven? Wie zou je aangeven bij de politie? En met wie zou je een trio doen? Justin Kluivert, Timothy Fosu Mensa, Steven Bergwijn. Hé, maar, voordat je de chill in gaat, Justin is 17 nu nog, toch? Denk daar. Wat zijn dit voor vragen, man? Dit zijn topvragen, man. Trio. Even denken, man. Steve, man. Steve?
Ja, Steve. Ik ben Steve Bergwijn. Ja, snap je? Zwaar stil gewoon. Ja, man. De nacht. Mannelijke trio gewoon. Mannelijke trio. Super mannelijk gewoon. Ja, man. En dan beroven Timothy, man. Waarom Timothy, man? Ik weet niet, man. Ik denk wel een zware portemonnee ook, man. En aangeven Just, man. Justin. Ja, man. Safe, man. Safe. Is er waarom? Ja. Goede toelichting, man. Ja? Valt je niet op. Hij is mannelijk, man. Hij is zakelijk. Hij redt zich wel, man, Angela. Ja, Justin? Ja man, met verhoor. Met verhoor en gaat zich eruit willen, ken je die? Met wie zou je trouwen, wie zou je vermoorden en ja, wie zou je alleen neuken man? Heb ik This Is Eden, Naomi van Beem en dan heb ik Romee Strijd. Trouwen, Romee Strijd. Romee Strijd. Geen twijfel over mogen. Wiepen, Naomi van Beem. Ik ga je eerlijk zeggen. Ik ben niet echt op die Insta geweest, misschien een keertje af en toe, of toevallig, een keertje af en toe, of toevallig. Creeper. Maar ik ging net even die Insta beseffen met Ralf en ik denk dat mensen dan wel begrijpen waarom zij. Ja man. Hey! Dit is wel gek knip man. Hey, gek! Gek! Oké, okay, en ja, dan begrijp je wel waarom deze bij de sluis komen. En dan killer, dit is het. Ja? Wow. Niet verwacht man. Hoezo niet? Moet je ook toelichten man, vloggen. Huh? Vloggen, je moet ook op elkaar spelen man. Ik dacht wel dat je persoonlijk voor haar slice of misschien, nou niet wijven, want ik hou je altijd van echte blondjes gewoon toch? Ja, ja man. Nee, hoeft niet man, maar waarom mijn strijders is wel duidelijk voor mij man. Ja? Ja, is wel duidelijk. Oké, okay, nu komen we bij YouTubers man. Met wie zou je een trio doen? Wie zou je aangeven? Wie zou je beroven? Heb ik Armo Was Right, Defano Holwijn. En ja, Boef man. Ik ga je sowieso zeggen Boef. Zijn het alleen maar. Hij gaat sowieso. Ja man, met hem ga ik voor de trio man. Ja? Ja man. Lijkt je spannend hoor? Nee man, het is gewoon Alkmaar man. Alkmaar een procent ervan. Het is gewoon Alkmaar. Ja. Alkmaar Mattie, Alkmaar erin gewoon. Nee man, dat is niet voor niks van mij. Alkmaar Mattie is niks. Nog Alkmaar er. En Alkmaar is de trio gewoon man. Dat lijkt me voor de hand liggen. Oké, beroven. Ik ga je eerlijk zeggen man, ik zou het liefst allemaal beroven en aangeven man. Shots fired hè? Shots fired. Nee, maar die haatdiepe ligt bij Armo, dus hij mag voor mij. Het is allebei boete man, hij mag die allebei boete, de Fano blijft gewoon safe man. Nee, maar je moet ze wel verdelen man. Hoezo? Dus, wat zou je bij Armo doen? Zou je beroven of een aangeven? Dan zou ik beroven man, dat is wel wat heftiger man. Dan ga ik de Fano aangeven voor een klein incident zeg maar. Een vechtbewijs ofzo. Hij vecht niet denk ik man. Nee? Fano zal andere dingen doen. Andere dingen hè? Nee, maar ja. Nee, maar oké, okay, dus je zou Armo beroven met de kans dat er wat in zijn zak zit of niet? Wat denk je? Ik weet echt niet, man. Jij weet, hoe is die YouTube ik man? Ik weet niet, man. Die moeten vragen, man. Ja, als ik het zo bekijk, weet je, ja. Niet heel gek of zo, man. Ik kan beter een Boef beroven dan een Armo. Maar een Boef doe je liever een... Een trio, man. Een trio? Ja, toch. Maar dat Armo is... wil je beroven. Ja, met de kans dat je misschien een iPhone 5S vindt ofzo. Hey, dit maar zo mensen. Alleen maar love. Ga je nog iets verloten of? Hey broer, ik zeg jullie eerlijk man, je fans zijn niet gretig genoeg man. De drie Limoutins staan nog steeds gewoon in de kofferbak man. Dus ja, sowieso, die blijft sowieso staan. En wat kan ik nog meer verloten? Doe ook wat voor de dames man. Dus. Wow. Dames, zowel dames en jongens kunnen... Ik ga sowieso nog iets voor jongens verloten. Dan moeten die dames, als zij reageren wat zij willen, wat zij verwachten, dan kunnen we altijd volgende keer op die volgende vlog, kan ik zeggen. Eerst is voor de ladies. Ik verloten dit en dit voor de dames. Maar op dit moment, ik heb niks aan de aanbieding, man. Ik ga handschoenen, denk ik, man. Handschoenen? Ja, maar vast wel een paar keepers die kijken, toch. Het is ook sneller, makkelijker om voor jou te kiezen. Ja, misschien andere jongens willen ook gezien je handschoenen gewoon. Ja, beter man. Nieuw okay. Man, gewoon nieuw. Nieuw, brand nieuw. Zonder zweetvingers. Zonder zweetvingers man. Je weet met wie het allemaal trio's wilt, dus Oké, wat? Gewoon Adidas handschoentjes. Ja, Adidas toch? Handschoenen man. Adidas handschoenen. Maar 9 of 10. Ik heb geen verstand van die handen man. Ik eigenlijk ook niet man. Hij wel man, die trio's.
laten we zeggen 300 likes voor die handschoenen. Ja, dat is stabiel toch? Is stabiel, laten we dat doen. Laten we dat gewoon. En ja, als India niet meer is tegen die tijd, omdat ik denk veel mensen India's target hebben nu. Zorg ik wel dat die handschoenen terechtkomen. Sowieso, blijf abonneren, blijf liken. En ik heb ook nog iets, trouwens. Ik had er een winnaar gekozen, maar die winnaar had niet gereageerd. Dus wat ik nu ga doen is, ik verloot deze kicks opnieuw. En dan moet dit filmpje 500 likes krijgen. Dit zijn de schoenen van Zakaria El Azouzi. Shout-out naar jou, man. Maar je kicks gaan opnieuw verloot worden. Ik kies de winnaar uit bij 500 likes. En toevallig heb ik Liro's kicks ook hier bij me. Volgens mij als het goed is, ga ik nu een winnaar kiezen. Dus het komt allemaal goed. Blijf abonneren, blijf liken. En ik zie jullie bij de volgende vlog. Volgende vlog zal met Steven Bergwijn zijn. Hij was erg druk, dus ik doe wat tussendoor voor jullie. Ciao.